onderscheid maken tussen drie niveaus. Dat is macro-economisch, die meso en die micro. Op macro-economisch niveau hebben we onze doelen wel gerealiseerd. En welke zijn die? Dat is één, namelijk daar waar wij bijna nul of min internationale reserve hadden, min 140 miljoen, hebben we nu meer dan 1 miljard US dollar aan internationale reserve. Dat zijn gelden van banken, een deel van de centrale bank. Waar we nul importdekking hadden, en de internationale norm is 3 maanden importdekking, hebben we nu 7 maanden importdekking. Waar we een begrotingstekort hadden van ruim 19%, hebben we nu een begrotingstekort van ruim 10%. Waar wij een min 8 economische groei hadden, zegt IMF gisteren uitgekomen, voor dit jaar gaan we een economische groei krijgen van 2,3%. Dat zijn macro-economische parameters om aan te geven dat we gaan richting stabiliteit. Ja, president. Maar in hetzelfde bericht zegt IMF ook dat de randvoorwaarden gecreëerd moeten worden. Anders gaan we die positieve riet niet bereiken. Nee, maar nu, dat zeg ik, nu gaan we naar die meso-gemeenschapsniveau. En gemeenschap, daar moeten die investeringen nu komen. En we zijn al begonnen heel wat investeerders nu aan te trekken. Op dit moment zijn er 2 buitenlandse investeerders die nu bezig zijn met kokosstil in alle stilte in Coroni. Met mangroven aanplant. Er zijn 2 Braziliaanse bedrijven die nu al experimenteren met soja en met mais voor veevoerproductie. Ze komen nu. Maar je moet rekening houden, je moet ook goede incentives geven aan investeerders. Ik geef toe dat bij buitenlandse zaken het niet met die snelheid gegaan is met foreign direct investment. Maar sinds deze week is operationeel CITA, de Suriname Investment Trade Association, gefinancierd door IDB, opgeleid, getraind en nu is er bemensing. Nu gaan er procedures komen met als gevolg dat je op een knop kan drukken als je wil investeren in Suriname, wat je allemaal nodig hebt. Dus nu met CITA hopen we dat de investeerders inderdaad aantrekkelijker gaan vinden om in Suriname te investeren. En laatste niveau, en dat is het grootste probleem, dat is waar wij allemaal het slachtoffer van worden, micro. Microniveau, die koers die stijgt, die koopkracht die is afgezwakt, de prijzen die hoger worden, dat is de grootste uitdaging. En dit moeten we goed beheersen, door in de eerste plaats die koers onder controle te krijgen. Want dit is wat we moeten doen, dat heb ik genoemd in het parlement, het bloeden moet gestopt worden. We hebben een paar maatregelen, maar als je maatregelen vandaag treft, wil het niet zeggen dat het morgen al geïmplementeerd is. Ik heb gisteren een update gehad van de minister van Financiën over de stand van zaken van uitvoering. Er gaan nog meer maatregelen komen. En dinsdag gaan we het parlement presenteren, namelijk wat het resultaat is geweest van die commissie van overleg van de Nationale Assemblée en die van de regering. En kijken welke de nieuwe voorstellen zijn, hoe hebben de reeds vastgestelde besluiten gewerkt, wat is de impact daarvan. En dat we gezamenlijk goede beslissingen nemen om te zorgen namelijk dat die koers stabiel blijft. En uiteraard daar waar er sprake is van personen die wat wil ik bezig zijn. Daar hebben we Openbaar Ministerie al een dossier gegeven van heel wat gevallen van personen die in strijd met wet economische delicten handelen, zodat het Openbaar Ministerie ook daar tegen hun kan optreden. Ja, president, in het verlengde daarvan, u hebt het gehad over het IMF. En enkele weken terug bij de Ayoka Kazerne had u aangegeven dat eigenlijk de samenwerking met het IMF nog in kannen en kreuken is. Maar om en bij een paar dagen daarna heeft de minister van Financiën enkele uitspraken gedaan. Het IMF heeft de inschattingsfout gemaakt en als het aan hem lag, hadden we nooit gewerkt met het IMF. Dit zorgt in de samenleving toch wel voor wat verwarring. Dat ook kan leiden tot angst. Hoe kijkt u hier tegenaan? Nee, ik heb sinds het aantreden van de minister gezegd, Suriname gaat door met IMF. De minister van Financiën is nu in Washington om te onderhandelen met IMF, met de governor, met de minister van Buitenlandse Zaken en hun heel financieel team. IMF blijft onze samenwerkingspartner. Wat de minister zegt is namelijk dat een paar van de maatregelen die IMF voorgesteld had, dat achteraf bleek niet goed te werken. En dan is het tijd om te evalueren, tijd om te heronderhandelen. En die 2 dingen die zeker genoemd kunnen worden, is namelijk dat van die OMO. Dat het wel een onderdeel was van IMF, maar de wijze van uitvoering is niet gegaan welke past in de Surinaamse financieel-economische realiteit. Je moest het geld vanaf dag 1 uit die samenleving hebben eruit gehaald. Maar je bent het in het bankair systeem gaan doen met hele hoge rente.
En nu de samenleving de gelegenheid krijgt, krijg je lage rente. Dus daar moest men vanaf dag één, want 2/3 van het geld ligt in de samenleving. En we hebben gezien, we hebben de statistische informatie gehad. 10 jaar regering Boutersum heeft ervoor gezorgd dat er 8,3 miljard SRD extra in de samenleving zou komen. Die statistische informatie hebben we. Het is van de centrale bank gekomen. En dat geeft aan dat er te veel SRD in de samenleving. Het tweede is namelijk, als IMF zegt, je moet koers loslaten, dan moet je ook aangeven, namelijk, wat de andere voorzieningen zijn. Maar enerzijds zegt IMF, die moet die koers loslaten, maar als die koers onder druk komt en die SRD onder druk komt, dan zou volgens de bankwet de centrale bank moeten interveneren. En wat zegt de IMF? Nee, je mag ook niet interveneren. Inderdaad, issues, wat ik best kan begrijpen. Dat de minister zegt, hé, hier gaat het even mis. Maar ik zeg, we werken nu 1 jaar en 4 maanden met IMF. We onderhandelen. Tijd om dingen die misschien niet meer passen in de realiteit. Tijd die niet meer passen in die tijdlijn van die targets. Tijd, zaken die in ieder geval de capaciteit niet kunnen dragen, dat het kunnen uitvoeren. Laten we het aanpassen. Laten we het binnen de realiteit van Suriname brengen. En dat was mijn antwoord naar het parlement. We gaan door met IMF echter, met inachtnemen van de Surinaamse realiteit. U zegt dat de OMO's eigenlijk dus niet hadden moeten plaatsvinden, maar de centrale bank houdt nog steeds voet bij stuk. Ze moesten plaatsvinden op een betere wijze. Dat is een evaluatie geweest door een commissie. En ook daarin staat dat het beter moet. De wijze waarop het uitgevoerd is, daar geeft ook de governor dat er heel wat schoonheidsfoutjes in zitten. President, met betrekking tot de VES heeft aangegeven dat er niet geluisterd wordt vanuit hun zijde qua adviezen, economische adviezen. Wat heeft u daar tegen te zeggen? Want tot zover hebben we geen verandering gezien. Nee, kijk, VES hebben we heel vroeg erbij betrokken. En VES heeft voorstellen gedaan. Heel wat van de voorstellen zijn ook overgenomen door ons. En je moet rekening houden als je voorstellen doet van wet. Mino kan drukken op een knop die dat wet uitkomt. Maar inmiddels zijn de meeste dingen die VES voorgesteld door ons geïmplementeerd. We hebben afgelopen woensdag in de regeringsraad aan alle ministers gevraagd, geef ons een update van alle maatregelen, de effect ervan, maar ook de inningscapaciteit. Want we hebben enorm veel maatregelen getroffen. En hier krijg je weer dat je wel een maatregel getroffen hebt, maar voordat je het geld binnenkrijgt, moet je, ben je weer een paar maanden verder. Bijvoorbeeld, als grondhuur verhoogd is, als erfpacht verhoogd is, na pas 1, 2 jaar, 3 jaar of een ammonie. Als die royalty met 1% nog een keer verhoogd is op goud, ga je het nog moeten kunnen innen. Als belastingen verhoogd zijn, moet je het nog kunnen innen. Dus het verschil ligt hierin dat zodra we maatregelen treffen, heel wat mensen denken dat die maatregelen direct effect gaan hebben. Ze gaan pas effect hebben als ze geïmplementeerd gaan worden. En dat is een vraagstuk wat we goed moeten monitoren. Rekening houden ook met de capaciteit. Kom er ieder bij, als consultant, als wat dan ook. Help ons. Ik heb de centrale bank ook gevraagd. Je hebt zoveel economen. Geef me 20 part-time. Laat ze bij de centrale bank werken. Maar gimding, 20 part-time, 4 uur, 5 uur. Heb naar belastingdienst. Om die gelden binnen te halen. Want die gelden kunnen binnengehaald worden. Maar het is een capaciteitsprobleem nogmaals. We moeten alle Surinamen betrekken. We zitten in een crisis, we zijn naar Srebboto, ruimte nodig voor Djugu-Djugu, anders zou Tja Moros Kuala Kong. Laten we in eenheid werken. Niet iedereen hoeft eens te zijn met de maatregelen, niet iedereen hoeft eens te zijn met de inzichten, maar één ding is wel duidelijk, we moeten gezamenlijk uit die crisis. Dat programma, dat IMF-programma, is het een Surinaams programma of is het een programma van het IMF? Want, okay. Want dat is nog even onduidelijk. Ja, oké. Okay. Wat gebeurt er? Kijk, vroeger was de opstelling van IMF één. Dat IMF-deskundigen kwamen en ze gingen aan de hand van onderzoek, assessment, metingen, data, een IMF-programma opstellen. En dat was inderdaad soms heel hard. Inmiddels heeft IMF haar strategie aangepast. Suriname, jij komt met de informatie, jij komt met de maatregelen, jij komt met alle voorstellen om die economie te herstellen. En dat ga ik dan in mijn format plaatsen. En kijken of dat past in mijn format. En dan gaat IMF zeggen, dit past niet in mijn format. Hier moet die norm bijgesteld worden. Daar hanteer ik deze normen. Wij kunnen wel zeggen, luister, we moeten bezuinigen. IMF gaat zeggen, nee,
uw bezuiniging moet zoveel procent zijn van je begroting. Wij gaan zeggen bijvoorbeeld, we willen nu onze begroting op A hebben. IMF gaat zeggen, nee, uw begroting moet zoveel procent van de BNP zijn. Wij gaan zeggen, we willen zo'n begrotingstekort hebben. Nee, je moet... Dus die normen zijn soms één, zwaar. Maar met name zwaar als je die uitvoeringscapaciteit niet altijd hebt. En daarom zeggen we, laten we heronderhandelen. Het duurt een beetje lang. Zij willen namelijk dat wij nog een paar beslissingen moeten nemen. En dan gaan we open kaart spelen. Eén is namelijk die volledige subsidieafbouw. Dit jaar van elektriciteit. Ze willen volledige subsidieafbouw op gas. En ook met betrekking tot water. Wij zeggen, wij kijken tot waar het volk kan. En als het volk niet kan dragen, dan gaan we andere mogelijkheden zoeken. Andere oplossingen zoeken. Maar feit is, als je in een IMF-programma zoals nu zit, een commitment hebt om wel die subsidie geleidelijk aan af te bouwen. En we gaan het zodanig doen, en u gaat het merken als we gaan bekendmaken, dat de breedste schouders de zwaarste lasten gaan dragen.